Mam! Ah, oh, het fijn dat je oh. Geef je tante eens een kus. Nee. Hij ziet er goed uit. Heeft ze jou al verteld waarom we allemaal opgetrommeld zijn? Hebben wij iets te vieren of zo? Ja, ik ga dood. Wat? Ik wil eruit stappen op mijn verjaardag. Ik ga niet doodziek, kotsend en kaal de boel nog een paar maanden proberen te rekken. Dus dat. Waarom heb je mij niet meteen gebeld? Ze ziet er hartstikke slecht uit. Wanneer was jij voor het laatst? Eén van jullie moet straks voor Jan gaan zorgen. We weten allemaal aan wie mama denkt als het over een van ons heeft. Schatje, heel alsof ik niet genoeg om handen heb, jongens. Ik bedoel, jij zit dan gewoon weer in het vliegtuig, hè? Ik heb daar een leven. Niemand kan van mij verwachten dat ik dat zomaar opgeef. Ik kan heus verantwoordelijkheid dragen als het moet, hè? Jij weet niet eens wat voor dag het vandaag is. Jij showt vandaag positiekleding. Zwangerschapstenten? Hoeveel maanden ben ik? In elk geval ruim voordat je ontsluiting krijgt, dus je loopt me gewoon als een hinder. Zorg jij nou eerst goed voor jezelf, daar heb je je handen vol aan. Oh mam, look at you! Ik constateer dat er geen beeld van mijn vader bij was. Nog nooit over zijn vader begonnen. Zullen we hem gaan zoeken? Ik weet niks van hem. Mooie ogen, lekkere kop met haar, ronde, prachtige, keiharde billen en verder weet ik niks van hem. Ik heb een datum geprikt en ik weet niet of iedereen er dan al aan toe is. En jijzelf? Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik gefaald heb. Nee, zo mag je niet denken. Nooit. Geen van jullie. Ja, maar het wordt tijd dat je een man treft die deugt en trouwen is. Hartstikke leuk. Ik heb 3 keer gedaan.